Het is nog steeds niet helemaal af, maar dit is het moment voor de eerste rondleiding door Casa Flor. En ik zou zeggen, follow me. We're gonna look in the house and we're gonna see what's happening over here. Yes, very nice. Come with me. Oké, we beginnen bij Le Entrada, de poort. Le Entrada, yes, 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 Le Entrada. En dan rij je zo naar binnen en dan kom je bij het huis. Die ligt daar, verscholen. En dit grind gaan we allemaal vervangen. Dat grijze grind gaat eruit en er komt een soort beige kleurige grind voor terug. Een beetje deze kleur. Dat komt overal te liggen. En hier gaan we een moestuin creëren. Hier gaan we tuinieren. Een passie voor tuinieren gaan we hier creëren. Knolselderijen, dikke broccoli's, van die dikke bloemkolen. En overal cherrytomaten. Hier gaan we onze eigen cherrytomaten plukken. Dat wordt hartstikke leuk. Kom je binnen en zo. Even de rotzooi wegdenken. Wegdenken, ja. En dan kom je hier aan bij Casa Flor. Casa Flor. Een eitje opgehangen. Hier komen leuke kussentjes, tafeltje, een lekker koffietje of je zuurtje drinken 's ochtends. En dan gaan we naar binnen. Dan zie je direct die prachtige kerstelzoons liggen. Die hebben we via onze goede vriendin Wietske van Style Exclusive. Dus mocht je erin geïnteresseerd zijn, go get them. Deze hebben we laten graveren. Goede energie erin, slechte energie eruit. Ik vind dit echt gruwelijk. Kerstelzoons. Een eitje ophangen. Dit is de hal. Lampen van Senza. Heel erg blij mee. Zo, die staan verdikkende dik, zeg hij. En hier krijgen we nog een tafel van EMT. Dit wordt een bankje. Komen grote kussens op aan beide kanten. En dan is dit eigenlijk een beetje de ontvangsthal. Die gaan we nog een beetje aanleuken met van alles en nog wat. En dan de woonkamer. Hetzelfde verhaal. Hier komen dus allemaal grote kussens op te liggen. Dus we krijgen geen banken. Dit zijn de banken. Dit hebben we laten maken om allemaal leuke pularia in te leggen. Kijk hier ook. Staat helemaal vol. Kleedje erbij. Er komen nog stoeltjes bij. Er komt nog een tafeltje bij. Die gaan we nog helemaal opspuiten. De open haard. Maar kijk even, staat hier zo'n twintigje. Kussentjes hier. Kussentjes daar. Open haardje midden. Lekker plekje. En dan gaan we door naar de keuken. En hier ook weer die kerstelstones. En we hebben de hele keuken, we hebben Biomortex gedaan. En wederom alle credits naar Wietske. Die heeft ons geholpen. We hebben eigenlijk alles bij afgekeken. Alles in Biomortex. Deze kast hebben we laten maken. Opberg, ruimtes. Alles van Smeg. Koelkast van Smeg. Keukenapparatuur. Kijk eens, jongens. Hartstikke gezellig. Tosties bakken. En hier, inbouwvaatwas ook eens gemerkt. Zelfs de potten en de pannen, jongens, zei je. Het is ongelooflijk. Hier, kijk dan. Helemaal doorgetrokken. Een witte inductieplaat. Katsa, hutsa. Afzuigkap. Hebben we om me heen gestuukt. Kijk eens, hangt er ook mooi bij. Daar dus nog die plankjes, dan is die allemaal mooi dicht. Gouden kraan. Kijk, en dan gaan we door naar het halletje. Slaapkamertje hier zo. Hartstikke leuk. Gaan we natuurlijk nog helemaal aankleden. Spotjes opgehangen. Kastthermen vervangen. Hartstikke gezellig. En dan mijn favoriete gedeelte van het huis. Kijk, nog even kiezen. Deze lampjes of deze lampjes. En dan mijn favoriete gedeelte van het huis. De badkamer. Die wasbakken gaan nog naar voren. Die moet nog afgekit worden. Maar kijk even, dames en heren. Dit is weer helemaal een Biomortex gegoten. Ik vind dat zo ongelooflijk gaaf. Kastje hier. Alles helemaal dezelfde lijn. En ja, raad eens, dames en heren. Waar komt het sanitair vandaan? Natuurlijk. Het is niemand minder dan Tegel de Pol. Helemaal uit Nederland. Hier naar Ibiza gekomen. Kijk eens, wat een prachtige kranen. Douche erbij. Heerlijk. Helemaal op elkaar afgesteld. Fucking vet, gast. Even door het gangetje, het is een beetje donker hier, trekken we even de deurtjes open, hutsen fluts. Kom je buiten uit, kijk het gangetje, kom je bij onze slaapkamer. Prachtig, hartstikke leuk. Lampen wederom van Senza! Ja, die hangen hier wel echt super leuk. En dan kijk je vanuit die slaapkamer zo deze kant op. Is wel echt genieten. Hier nog een badkamertje. Ook weer helemaal Biomortex. Sanitair wederom van Tegel de Pol. Ook hartstikke leuk deze.
Douche moet hier nog ingehangen worden. Kleedkamertje, kijk eens. Paulus. Hey. Hoppa, die staat hier alles in elkaar te dreunen. Hey. Zonder Paulus geen huis, zeg ik altijd maar. Dan gaan we naar boven. En dan komen we hier op mijn heel schat. Kijk hier, lampjes, sensen. Ja hoor, dames, wat krijgen we nou dan? Nou, nog een logeerkamer. En de eerste logeers die zijn er al met een schattig balkon. Kijk eens even daar. Ik zoom even in op het balkon. Prachtig uitzicht. Ik laat jullie even alleen, oké? Doei. Doei. Hey, krijg je lekker. Sorry maar. En hier bevindt zich de derde badkamer. Kijk eens jongens, is die weer. Tegeldepot. Hoppeta. Weer andere wasbakjes ook hier. Alles weer bij een Ortex. En hier hebben we nog een slaapkamer. Deze slaapkamer heeft een heerlijk balkon. Het uitzicht. Het uitzicht over het prachtige landschap hier. We zitten hier zwaar in de weilanden. Echt bizar in de weilanden gepropt hier al. Hier nog een balkon. Ik heb nog even nieuwe tuinmeubelen. Dan kun je een beetje het uitzicht zien. Kijk, ze zijn aan het fietsen. Het is zo'n paard, die wil ze daar laten grazen. Ik vind een cavia genoeg, maar goed, dat is een andere discussie. En hier gaan we ook nog wat moois van maken. Kijk, en dan komen we buiten in de tuin. We hebben nieuwe tuinmeubelen van Joy. Die zijn ook heerlijk. We gaan dat allemaal nog een keertje helemaal mooi installeren. Bankjes, keer met z'n drieën. Heerlijk lekker keuvelen. Lichtbedden. Het zwembad is eindelijk schoongemaakt. Lekker wel moeras. Kijk, deze zijn ook schattig. Helemaal top. Ring! Kun je gewoon nog een beetje gitaar spelen ook. En dan toch wel ja, bij het gedeelte van het huis wat het meest gebruikt gaat worden. De buitenbar. En dat is wel heel gezellig. We hebben even twee tijdelijke schommels opgehangen, maar die komen nog lager te hangen. Hier, buiten barbecue, inductieplaatje, kun je lekker satésaus opwarmen. Komt nog spoelbak in, koelkastje erbij, oh nee, die staat er al in mijn koelkast. Vaatwassen, dit gaan we nog helemaal opschuren.